Ja? Ja, lekker bier. Het is goed weer, hè? Lacht hij dan? Goed luisteren. Ja. Goed, welkom allemaal bij de draaischijf. Ik ga kort wat vertellen van het hoe en waarom. En daarna heeft u gelegenheid om vragen te stellen. Daarna ga ik hem draaien. En mocht er daarna nog weer een vraag bij u opkomen, dan kunt u die alsnog stellen. Nou, waarom draaischijven? Als u binnenkijkt in dit museum, ziet u daar stoomlocomotieven staan met een voorkant en een achterkant. En dat is nog niet zo erg, maar ze gaan wat makkelijker vooruit dan achteruit. Dus het is af en toe handig om ze te keren. Nou, het keren kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een enorme lus aanleggen met een wissel, dan staat hij met zijn neus weer de goede kant op. Maar iets minder ruimtevretend is een draaischijf. Nou, dat begon in Nederland met twee draaischijven. Eentje in Haarlem en in Amsterdam. En dan reed onder andere de Arend heen en weer en die werd dan elke keer weer met zijn neus in de juiste richting gezet. Nou, naarmate het spoorwegnet zich meer uitbreidde, kwamen er ook steeds meer draaischijven. Eigenlijk bij elk groot station kwam er wel één tegen. Alleen toen in 1958 hier de laatste stoomlocomotief het museum inreed, de 3737 die u hier binnen ziet, toen was het ook een beetje afgelopen met het nut van de draaischijven. En langzaamaan verdwenen ze allemaal. Op één na, bij de werkplaats Tilburg, werd tot voor kort nog steeds locomotieven in de loods weggezet met behulp van zo'n draaischijf. Nou, deze draaischijf komt dus ook niet uit Nederland, maar uit voormalig Oost-Duitsland, uit Magdeburg. En is hierheen gebracht, 7 jaar geleden, met de bouw van de verbouwing van dit museum. En wordt sindsdien af en toe gebruikt om de collectie te kunnen keren. Je kunt je voorstellen, je kunt met deze draaischijf naar die grote deur daar. En als je dan de andere treinen die op die spoorbaan staan eraf haalt, dan kun je in principe bijna alles keren. Deze draaischijf is een draaischijf die op 3 punten steunt. In het midden en op buiten beide uiteinden lopen wielen over de rails die je in de kuil ziet liggen. Nou, aan deze kant zit de elektrische bediening en aan de andere kant de handbediening. En nu weet ik dat ik u ga teleurstellen, maar gaat elektrisch doen. Nou, dat heeft er alles mee te maken dat zeker met deze temperatuur, ik denk dat ik het zweet anders zo dik op mijn hoofd heb staan en urenlang naar binnen bent en denk wat duurt het allemaal lang. Dus vandaar elektrisch. Ja, heeft u vragen? Helemaal niks. Ja, jij hebt een vraag. Waarom zit er ook een handbediening op als het ook elektrisch kan? Nou, soms valt de stroom wel eens uit, denk ik. Ja. Ik denk dat ze daarom